even met de kinderen nu een nieuwe buurt aan het verkennen. We hebben, zoals jullie weten, net een huis gekocht. Dus, het is echt een schitterende omgeving voor de kids. We hebben enorm veel zin in. Einde van het jaar gaan we erin. Het enige waar ik tegenop kijk is het verbouwen. Ik heb echt twee linkerhanden. En daar achter mij daar gaan we wonen. Het hoekhuis. Net gebeld door mijn trainer. Ja, geappt eigenlijk. Of morgen nog een wedstrijdje wil spelen in de Kuip tegen Feyenoord A1. Tegen al die jonge gasten. Nou ja, op zich wel hartstikke leuk om met Quick Boys nog één potje te spelen. Dat is mijn laatste wedstrijd waar ik echt mijn kicks aan ga doen. En dan vanaf het nieuwe seizoen word ik trainer en keeperstrainer. En daar kijk ik ook wel weer naar uit. Hoef ik niet meer zelf die blokjes rond het veld te rennen, maar kan ik het anderen laten doen. Maar blijf ik toch wel betrokken bij het voetbal. Voetbal is toch het mooiste wat er is. En vooral de voetbalhumor, die wil ik voor geen goud missen. Hoe gaat dat dus met je werknemers? Die ben je ze even kwijt en dan loop je naar buiten en dan zitten ze allemaal in het zonnetje. Zo worden die euro's tegenwoordig verdiend. Ja, daar word je niet vrolijk van. Maar goed, het hoort erbij. Ik heb even aan Vincent gevraagd, als de telefoon gaat, dan speurt hij naar boven. En dan kijken of hij nog redt. En Cassandra was net even over de weekend aan het vertellen en over de hond. Ze krijgt een hondje. Ja, superleuk, wordt ook wel spannend. Die ik mee mag nemen naar kantoor? Ja, elke dag? Nou, ik weet het niet of dat gaat gebeuren. Kan die ook de afwas? Ja, lukt hem spannend. Als werkgever moet je hier ook wat van vinden, toch? Roken veroorzaakt verstopping van de bloedvaten, hartaanvallen en beroertes. Nou, dat gun je niemand toe. Nou, zeker niet als je de salaris betaalt. Stel je voor dat ze een beroerte krijgt. Dat is nee. Ja, vorige aflevering heb ik natuurlijk een voorstelrondje gedaan. Maar ik ben iemand vergeten, die werkt hier ook al een tijdje. Dit is Andy. Hoi. Hoe is het, Andy? Ja, met omstandigheden goed. Hoe lang loop je hier nou al rond? Op de klok af 5 jaar. Oké. Dus helemaal naar mijn zin. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Nou, toch één vraagje voor mijn kijkers. Wat is er met jouw haar gebeurd? Wat is er met mijn haar gebeurd? Ik zie hier toch allemaal kleuren en... toestanden, wat is er gebeurd? Ja, ik heb kinderen en vrouw en dochter gingen haar verven. Ja? Ze zei, papa, doe mee wel een beetje ook. Ze zei, nee, doe ik niet mee. Nou, doe mee, leuk joh. En jij laat je dat gewoon verlenen? Ja, mijn dochtertje van 4 heeft me geholpen met blonderen. En wanneer gaan ze, leuk, toch? Wanneer gaan ze het weer in orde maken? Ja, het moet groeien en dan knippen we het er weer vanaf. Groeien? Godverdomme man! Dus je laat gewoon rustig even 2 maartjes zitten zo? Ja, ik loop 2 maanden voor schut, maar ach, alles voor je kinderen toch? Tuurlijk. John is zeg maar mijn partner in crime. John is al 2 keer met ons mee geweest naar Las Vegas. Hij heeft ons niet veel gezien, want er zaten meer aan de blackjack tafels en de roulette. Maar, John, hoe was het in Vegas met ons? Perfect. Ja? Wat vond je nou het leukste aan ons? Aan jullie niks, maar aan Las Vegas wel. Dat vond ik gezellig. En hoe vond je het met ons op de poolparty bij Afrojack? Ja, dat was gezellig. Ja, toch? Dat was leuk. Toen zag ik je wel op de bank staan. Totdat er afgerekend moest worden. Ja, maar was wat minder, daar moet je nooit aan denken totdat die rekening komt. Ja, maar daar hadden we Harry gelukkig voor. Dan moet je heel snel betalen en ook heel snel weggaan. Ja. En nooit meer aan denken. Daar hadden we Harry gelukkig voor. Juist. Nou, ik ben blij dat je ook even naar voren komt. Stond is ook wel steun en toeverlaat. Ik geef ook feestjes. Komt hij ook vaak helpen? Of doet hij allemaal vrijwillig? Zo vrijwillig. Dus ja, ik vond het toch ook wel belangrijk bij familie dit laten zien. Gaan we eens even mijn vrouwtje opvangen. Die komt nu wat eerder terug van de zaak. Omdat haar nieuwe auto klaar staat. Dus die gaan we eens even aan haar laten zien. En even kijken hoe blij ze is. Dus ze wilde graag een klein autootje voor zichzelf. Nou, die staat nu klaar. Die is gemaakt door mijn broertje van Autoservice Kuipers. Die heeft die auto helemaal opgeknapt. Hij is eigenlijk zo goed als nieuw. En we gaan nu eens even kijken wat ze ervan vindt. Een tijdje niet gehad, zegt hij. Wat een eng nek. Lief, dankjewel Mel. Dikke kussen krijgen. Helemaal blij mee. Ja, super. Hij is wel echt gaaf geworden. Ja. Mooi. Nou, we staan nu voor de Kuip. Straks tegen Feyenoord A1. Nou, ik heb al een tijdje niet gevoetbald, dus ik hou me hard vast tegen al die jonge gasten die helemaal wild zijn. Maar ik vind het wel leuk. Ik speel vandaag mijn laatste wedstrijdje met de jongens van Quick Boys, waar ik met heel veel plezier heb gevoetbald dit jaar. Ze zijn gelukkig ook kampioen geworden. Dat is een mooie afsluiting. Ze gaan nog één avondje knallen en ik ga jullie meenemen in de kleedkamer, op het veld, overal. Dat zijn we weer. Dat zijn we dan, hè? Gaan we eens even die kleedkamer onveilig maken. Absoluut. Samen met mijn Marokkaanse bandiet. Oh jee, we worden gelijk achtervolg. Er zit een Marokkaan in de buurt, kijk wat er gebeurt. Gelijk de beveiliging. Zo, benieuwd man. Ga je wel missen, ook.
Ja, ik heb het al aangegeven bij het bestuur, maar ja, helaas. Ze luisteren niet. Mikey. Ze luisteren niet, hè? Nee. Ja, het is mooi geweest, joh. Ja, nee. En de core stability en al die lopies, ja. Ik zal ze niet missen. Nee, dat zou ik zeggen. Maar ja, ik zal jou wel missen, vriend. Ik ben net zo'n Japanse toerist ben ik nu. Kijk eens. Ik moet even een pika van maken, hoor. Zo, kijk eens. Nou, als dat maar goed gaat vanavond. Ik heb een hard hoofd in. Probeer als groep wel naar buiten te gaan. Hè? Dus als je klaar bent, gaan we met z'n allen naar buiten. In ieder geval de basis zelf vast. Gaan we gebeuren. Nou, daar staan we dan. We zijn 6 keer in de weer gelopen. We zijn nu al kapot. Ik ben in de rust gewisseld, dat gebeurt heel mijn leven, dus ik ben mooi geëindigd. Dus toepasselijk kan niet. Hè? En mijn keeperstrainer vindt het weer terecht. Heel het seizoen loopt iemand de flesje. Trainer. Maar dit zijn toch mooie, dit zijn allemaal kampioenen, weet je. Die ga ik allemaal missen. Vooral deze die bij Ajax gespeeld. Die is goed, dat is echt niet normaal. Dit zijn ook goede talentvolle jongens. Komen er ook aan. Dus maar iedereen bedankt, super. Ik heb echt genoten in de Kuip. Echt, ik kom nog heel vaak terug als toeschouwer. Maar dit was een mooi einde van een verschrikkelijk lange carrière. Met hoogte- en dieptepunten. Kan iemand de takenwagen bellen? Ik ben helemaal naar de godver. Ik heb een helft gekiept, ik heb 2 ballen gehad. En nog moe. Heel mijn heup zit scheef. Mijn pink is klaar kloten. En ze maken net 1-1 Feyenoord. Door het stadion. Dat is zonde, het hele stadion gaat zetten zijn dak. De jeugd heeft de toekomst. Ik ga met pensioen. Dat is maar goed ook. Voor al mijn spieren en mijn vet. Toch wel gek. Mijn laatste wedstrijd net gespeeld. Ook altijd wel raar. Normaal ga je, als je weggaat bij een club, zeg je mensen gedag. En dan kom je ze weer tegen. En dan voetbal is je vaak tegen ze. Maar nu zeg je gedag en dan weet je eigenlijk gewoon dat je laatste wedstrijd is geweest die je gespeeld hebt. Ja, dat blijft wel raar. Maar ja, het is wel mooi om de laatste wedstrijd bij Feyenoord te hebben gespeeld op het veld. Jezus. Wat een bevalling, hè? 1 wedstrijd gespeeld sinds april, echt serieus. 3:30. Daar ligt hij dan, na 1 helftje. Ja, maar ik dacht dat ik bijna in de rust was. Er zat mijn taak erop. Gingen nog zo'n speetjes op de brommer, even 4 man voorbij in de 16. Gaf hij nog even een heerlijke keile punten, dus ik ging gestrekt. Zo, ging heel mijn heup die draaide gewoon op zijn kant. Zo, ik kon elkaar geen stap meer zetten, joh. Wat vaker verteld over mijn personeel. Nou, kijk, zodra de bel gaat, staan ze allemaal beneden. Gewoon niet vragen, nee, pauze of wat dan ook, nee, ze staan gewoon beneden. En ik accepteer het gewoon. Moet kijken of ze honger hebben. Ze hangen bijna in het raam. Die ene heeft een koptelefoon nog op. Ja, man. Kijk dan, ze hebben gewoon een koptelefoon nog op. Die werkt gewoon niet. Dat is echt niet te geloven, dit. Dan heb je echt trek in ijs. Ja, gewoon pauze. En ik ben aan de lijn en dan moet ik gewoon meedoen, want dit ga ik natuurlijk niet volhouden. Dat begrijp je natuurlijk wel. We gaan gewoon voor ze opeten.